Dames en heren, jullie weten het wel. Dat moment waarop jij zo boos bent dat je gewoon niet meer weet wat je moet doen. Met je controller of met je console moet je hem uit het raam gooien. Wat is het beste, het juiste om te doen? Antoine Griezmann, die besluit gewoon een celebration eruit te gooien. Hij glitst gewoon door Ramos heen. Ook Orsiets kan er wat van. Die scoort gewoon na de kickoff en dan sta je daar weer. Je weet precies wat ik bedoel. Dames en heren, we gaan genieten in deze video. I ain't Zo, kijk eens, we zitten weer in de stoel, een beetje overbelicht, dat wel, maar goed, c'est la vie, snap je? Mensen, welkom bij een gloednieuwe video, mijn naam is Aristot en en ik wil beginnen met het aanbieden van mijn excuses. Dat had je niet verwacht, hè? En waarom doe ik dit? Omdat mijn kapsel er niet uitziet. Ik zit echt te twijfelen, man. Ik heb een tondeuse besteld. En ik denk dat ik mijn moeder gewoon ga vragen of zij het wil proberen, man. Gewoon het korter te maken. En ja, zij hoeft zich nergens zorgen over te maken. Want echt, als het misgaat, ga ik gewoon kaal. Dus als er een video komt en ik ben kaal, schrik dan niet. Je weet waardoor het komt. Het is niet anders. Het is tijd voor de ontknoping. De ontknoping van de afgelopen Weekend League. Ik heb meegedaan aan de Delay League met mijn Real Madrid squad. En dat was leuk. Ik vond het echt leuk om te doen. We hebben er zin in. Hoop ik? Ik hoop dat jij er zin in hebt. Ik heb er sowieso zin in. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. Zet die meldingen aan. En ik heb jullie comments gezien, dames en heren. Uh, ik heb een aantal leuke ideeën gezien. Ik wil iedere week een challenge, iedere week een nieuw team. Vanavond ben ik live met de Squad Builder. Dus zorg dat je erbij bent. Ik heb jouw input nodig, jouw tips, uh, jouw ideeën. En dan gaan we er gewoon wat moois van maken. Dan gaan we beginnen met de ontknoping van de Weekend League. Yes, mensen. Het is showtime. We beginnen met. Kenos, daarmee trappen we hem af. Dit zijn interessante spelers. Ik zie Sissoko: het Birthday en Griezmann. Die wil ik echt nog wel een keertje gaan testen als ik een volledig Frans team maak. En ja, dit is uh, de speler die uh, val speelt. Ik ga er niet te veel mee over zeggen. Maar nou trouwens, dat doe ik toch wel. Arnijn verdient het man. Echt sinds hij in mijn team zit, echt dat dat scheelt zoveel doelpunten. Zoveel goals maakt. Die zo belangrijk is hij ook met zijn fysiek. Um, nou ja, er gebeurde niet heel veel. Ik heb 1-0 gewonnen. Um, niet heel interessant. Dan moet ik daarna tegen Dem Boys. En dan vraag ik me af of dit een Nederlander is. Zijn Maxi Manfred birthday schijnt een leuk kaartje te zijn met 5 star Weakfoot. Uh, dit is de eerste kans van de wedstrijd. Hazard had die eigenlijk moeten maken. Eigenlijk wel. Hier krijg ik een mee. meekrijging. schiet ik hem zo hard op de paal. En dan mag Hazard zijn eerste goal van deze video maken. Heerlijke, nou heerlijke goal. Dat ga ik niet zeggen, Man, het slaat helemaal nergens op eigenlijk. Ik kreeg hem al gelukkig mee met KK. Geef hem voor. Uh, en volgens ziet Ronaldo hem op de paal. En dan mag KK met de rebound hem erin schieten. Dit is een leuke versnellende schaar. Die komt sowieso terug bij mijn skill moves tutorial. Omdat het een heel belangrijke is. Wat ik altijd doe in mijn aanval is: um, mijn tegenstander uh, proberen te laten gokken. In de 16. Welke kant ik opdraai. Links of rechts. En dan uh, verras ik hem door de andere kant op te draaien. En af en toe doe ik dat met een schaar. Soms doe ik dat met left stick dribbling. Soms doe ik dat met skill dribbling. Soms met een elastico. Ik probeer zoveel mogelijk te variëren. Zodat, je mij niet, uh, zodat ik gewoon onvoorspelbaar blijf. Uh, Ronaldo scoorde goed in de korte hoek. Hier doet Hazard hetzelfde. Uh, ook weer een tip aan jullie jongens: um, uh, korte hoek is overpowered. Als jij in de korte hoek schiet, is de kans heel groot dit jaar dat je een doelpunt maakt. Dus vergeet dat niet. Onthoud dat voor in de Weekend League. Dan komen we CF Santiago tegen. Dit is zo'n aparte wedstrijd. Dat ga ik jullie zo meteen laten zien. Zometeen snap je precies wat ik bedoel. S.J. Skill dribbling naar R9 Ronaldo. En die schiet hem in de korte hoek binnen. Echt hoe hard hij schiet. Hij en Ronaldo en Cristiano. Deze twee Ronaldo's. Die hebben, ja, ik weet niet meer. Shot power echt 99, 102 gewoon. Dat is echt bizar. Daar is Hazard goed Actie op Chris. Oké, okay, kijk eens. Snel getikt. Ja, Cristiano heeft zoveel ruimte. De verdediger staat veel te ver van hem af. Dus dan is het ja, lastig eigenlijk om dan nog. Uh... Bij de bal te komen. Dit is een goede aanval. Daar is KK. Kijk, dit is wat ik bedoel. Die schaar dat je toch even versnelt. Zo voorbij jouw verdediger. Dat is iets waar je op moet gaan oefenen, jongens. Een schaartje is helemaal niet moeilijk te doen. Uh, het is heel effectief. Wat ik dus al zei. Ik probeer gewoon een beetje de tegenstander te lokken. En op dat moment weg te komen met een skill move. En of dat nou de Elastico is, de McGiddy spin. De Bolassi flik. Uh, Rainbow flik. Of nou gewoon een simpele schaar. Dat maakt helemaal niet uit. Uh, dit is natuurlijk, ja, een mooi goaltje. Ik zei het al. Dit is een fant fantastische wedstrijd. Ik stond 4-0 achter. En toen. Ja, ik kreeg echt, geloof me, ik kreeg een handicap. Luister, dit is de 4-2. Nou, Rijkaard, ik wist niet dat hij zo fantastisch kon koppen. Euh, omdat ik gewoon zo makkelijk 4, ja, op 4-0 voorkwam. Ja, hier tackle ik hem, krijgt hij hem mee. En dan uh, schiet hij hem ook nog eens door het midden. Courtois, die, die zit er niet meer aan. Nou, 58ste minuut. Toen dacht ik, nou, ik moet toch wel weer een goaltje gaan scoren. Want uh, ja, anders wordt het toch nog even vervelend. Daar is Eden Hazard, Kijk eens, een fake shot. Toch ter terugdraaien, weer terugdraaien met een drag kort de dragback. Korte hoek schieten. Dat zijn twee dingen die ik net heb genoemd, jongens. En. Het terugdraaien, dus onvoorspelbaar blijven. En kort schieten, dat is heel overpowered. Nou, dit is... Ja, sorry hoor, maar... Uh, aan de ene kant is het dom van mij dat ik met Sergio Ramos probeer terug te draaien. Ik had hem gewoon terug moeten spelen naar de keeper. Maar aan de andere kant denk ik van, ja, ik, ik hield gewoon L2 vast en hield mijn lichaam ertussen. Hoe komt hij nog bij de bal? Leave my Barcelona, vind ik een leuke naam. En ik zie hier Gattuso, Prime Icon Moments, uh, Tonelli, een goed middenveld. Sané, James, Messi en Bruno Fernandes, oké. Okay. Een, een interessant team, om het even zo te noemen. Maar goed, we gaan door. Uh, ik weet niet of ik het goed zeg. Maar volgens mij sta ik 24-0. Hier draai ik weer de goede kant op. Wat hij niet verwacht. Hij dacht dat ik naar binnen zou draaien. Maar ik draai juist naar buiten. En wanneer hij hoopt dat ik naar binnen draai. En naar buiten draai, draai ik natuurlijk naar binnen. Dat is de bedoeling. We gaan 25 om 0. Kom ik Meagers XY tegen? Yes sir. Pierlo. Pierlo, Pierlo, Pierlo. Nou, dit vind ik een knappe goal. En het grappige is, altijd als ik weekend speel, dan uh, heb ik moeite met David Villa. Die kaart van hem. Ik weet niet wat het is, man. Het is echt bizar. Christianus scoort hier gewoon een knappe goal. Die bal, weet je, onder zijn lichaam. Uh, helemaal uit balans. Maar hij maakt hem wel. Af en toe, schiet je dan in de keepers' handen. Omdat, die, omdat je er niet heel veel kracht achter kunt zetten. En soms schiet je hem er gewoon heel mooi in. We gaan door. Cristiano Ronaldo, de schaar, nou, hij, hij verdedigt. Hij switcht heel laat. En dan is daar Arnijn met de finesse. Want ja, finesses werken natuurlijk ook nog. 29e minuut. Hij drukt op start. Eigenlijk voel ik al een beetje aan dat hij weggaat. Ik vind het wel vroeg en het is één goal verschil terwijl hij 1-0 voorkwam. Maar we gaan 26 om 0. Ik was toen al live. Ik ging 24 om 0 t, uh, toen ik mijn livestream opstartte. En dan kom ik uh, toe fake. Tegen Tuweek. Als ik het goed uitspreek, I don't know. Essia eh, aan de bal. Seedorf. Ruimte voor Arnijn. Ja, die kan wegdraaien. Hij switcht te laat. En dan heb ik heel veel ruimte om het te finishen. 21 minuten sta ik 1-0 voor. Houdt natuurlijk wel Eusebio. Saint-Maximin. Ja, je ziet heel veel dat mensen 1-2'tjes zoeken. En het is gewoon een goede goal. Goed ingeschoten van Saint-Maximin. Het paasje, de 1-2'tjes. Ja, weet je, daar kon ik niet meer tussenkomen. Dat was natuurlijk lastig te verdedigen. Sowieso dit jaar. Eigenlijk altijd wel. Hè. Die 1-2'tjes voorin zijn altijd moeilijk te verdedigen. Altijd zo geweest. Eden Hazard. Even kijken. <laughs> ik sta gewoon stil. Vind ik mooi. Zoveel ruimte heb ik. Ja, ik weet het alweer. Dit is een actie. Twee elastico's op rij. En dan schiet ik hem in de korte hoek. Raak. Jongens, echt bizar. Halve dragback. Eventjes wachten. Doorlopen. Elastico. Nog een elastico. Waardoor Nine Golan weg is. En dan maak ik hem. Jongens, echt. Van deze actie kon ik wel genieten, vandaar die slowmo mo en die herhaling. Arnijn, Cristiano Arnijn, ja, korte hoek. Ja, ik heb zoveel ruimte dat ik gewoon echt gewoon kan kiezen wat, wat het beste voor mij is. Wat de beste keuze is en uiteindelijk maak ik de juiste keuze. Dat is het belangrijkste natuurlijk. Cristiano doet dit goed. Ook KK is daar. KK is daar met de balrol en het overzicht. En Arnijn mag hem binnenschieten. Sergio Ramos komt er niet meer tussen. 68 minuut. 60ste minuut maak ik 4-1. Reeds kwit en dan ga ik 27 om 0. En op dit moment bedenk ik me nou, oké okay, jongens, ik heb Elite 1 binnen, 27-0 is binnen en in principe uh, moet het al genoeg zijn. 27-0, dan ja, heb, je, heb je Elite 1, dat is het belangrijkste. Dat moet je eventjes binnenhalen en dan moet je gaan kijken van oké, okay, wat kan ik nog meer eruit halen? Moet ik gaan voor 28-2, moet ik gaan voor 29-1 of ga ik echt voor 30-0? Wij gaan natuurlijk voor 30-0 jongens, de boys. We hebben nog een aantal wedstrijden te gaan, het zijn er nog drie. We gaan alles geven, we gaan ons best doen maar ik kan wel alvast verklappen, het wordt er niet makkelijker op. Dit is wel een meekrijgings kijk wat die pop doet die veron nou ja goed en dan weet je het hè. als zoiets gebeurt je weet hoe frustrerend dit is ik bied ook mijn excuses aan zijn speler zijn pop zo noem ik het even die valt gewoon om die staat niet meer op die doet echt alsof hij neergeschoten is en dan blijft liggen nou voor mij is het gewoon een scoop turn Cristiano Cristiano was sowieso lekker bezig deze wedstrijd en dan schiet hem op de paal trouwens echt ik, het is wel leuk dat ik een penalty krijg, maar deze mocht er best wel in. En sowieso, anders in de 45ste minuut. Maar goed, Cristiano neemt mijn penalties En hij maakt hem. Feilloos binnengeschoten. Ik ben, wel, ik ben wel boos, man. Kom op, man. Die kansen gaan zo vaak op de paal. Terwijl je weet dat het een 100% goal is. Eigenlijk moet je je controle al neerleggen. 2-0. Rage quit. Ja, dan wordt het toch spannend, jongens. Dan gaan we 28 om 0. En sta ik 89ste van de wereld. Ik weet dat ik eruit ga als ik dit. Blijf houden. Dus 28 is niet genoeg. We moeten gaan voor die 30, jongens. Er is geen andere optie. Uh, hier krijg ik een kans met Cristiano. Dit, dit is fantastisch. Dit is genieten, jongens. Dit is waarom wij FIFA spelen. Waarom ik met Sergio Ramos daar sta. Hem lees, hem verdedig en hij letterlijk door mij heen loopt, Glitcht. Je ziet het hier nog een keer in de herhaling. Ja, sorry man. Ik weet dan oprecht niet wat ik moet doen. En je zult zo meteen zien dat het, waarom het ook zo frustrerend is. Alhoewel uh, Arnijn het hier wel goed maakt. Dat vind ik wel echt, echt tof. Dankjewel Arnijn. Daarom zit jij in Team, daarom heb ik jou gepakt. En uh, voor de mensen die zeggen, yo, ik ben P2Win, ik heb hem gepakt, jongens. Kijk dan, kijk dan. Hij had precies één schot en ik kwam 1-0 achter te staan. Kijk dit: deze schaar en deze perfect getimede McKiddie spin. Ik zeg eerlijk: uh, op het moment dat je het moeilijk hebt. Moet je iets verrassends doen. En ik denk dat dit echt iets wat is wat verrassend is. En ja, nadat ik die 2-1 maakte, wist ik oké okay, van de, deze is in de bag. Hij had echt maar één schot. Zijn enige doelpunt. We gaan 29-0, dames en heren. 45ste van, het wereld, van de wereld. En toen was ik wel verzekerd, denk ik, van top 100. Want ik was op tijd begonnen. Skill rating was goed. Maar er kwam nog één sweaty wedstrijd. En dat zei ik ook op stream. Er kwam er nog eentje. Son, Team of the Year Kante, Firmino, Mbappé, Ben Yedder, Sam Ben Yedder, jongens. Echt teams met Benjetter. Zo. Frustrerend, jullie weten wat ik bedoel. Eden Hazard met een zieke actie. Fake shot langs. Uh, volgens mij, ja, Wan Bissaka is dit. Hij heeft nog steeds de bal, hij is natuurlijk snel. En dan hier, jongens, balrol. Schaartje, nog een balrol. Strakke bal van Cristiano. En dan is dit natuurlijk een heerlijke goal. Al helemaal in de 70ste minuten stond heel lang 0-0. Echt heel lang, dat is echt heel zeldzaam. Nou, zeldzaam is het niet, FIFA 20. Maar wat er nu gebeurt, jongens, gaat er goed voor zitten. Dames en heren, je doet zo vaak je best om vervolgens in de kick-off zo'n goal tegen te krijgen. Sergio Ramos, weer Sergio Ramos. En dan ja, dan weet je hoe het, hoe het ervoor staat. En dan sta je bij de kick-off. En als iemand zo lang blijft wachten totdat hij die, die aftrap neemt, dan weet je gewoon dat hij of zijn controle heeft kapotgeslagen, of dat hij weet ik veel wat aan het doen is, dat hij helemaal geflipt is. SCM. Hier met de fake shot. En deze man. Deze afgemeten voorzet in de 115e minuut. De verlenging. De bevrijdende goal van de GOAT himself. Cristiano Ronaldo. En nu moet ik even de credits geven aan Lozano. Want hij vervulde echt een goede rol. Elke keer als hij erin kwam... Was hij belangrijk? Echt, echt een goede kaart die Food Birthday. Ik heb hem gepakt, dus ik vond hem sowieso wel echt bruikbaar. Uh, 5 Star Weekfood heeft hij ook skill moves inmiddels, dus stop. Maar het belangrijkste is nog, jongens, de ontknoping: 30-0 gehaald. Dat betekent top 103 words. Hartstikke lekker. En sowieso wil ik jullie bedanken voor de support, man. De mensen die aanwezig waren bij de stream, het is ongekend: 30-0. Daar staat hij, 17e van de wereld. Uh, ik weet niet wat het nu is geworden, maar het belangrijkste is nogmaals: 30-0 is binnen. 30 om 0. Dat is het. Een mooi resultaat, dames en heren. De top 100 is binnen. Dat is wel even lekker, hè? Dat is wel even lekker om uh, gewoon binnengehaald te hebben. Dat betekent, rewards. Hopelijk goede rewards. Vanmiddag is het team van de week bekend en we gaan het zien. Ik ben heel erg benieuwd. Laat het nou even een keer meezitten. Echt Electronic Arts kan gewoon zo'n mooi team of the week samenstellen. Maar het is voorlopig nog niet gebeurd. Fingers crossed: dat het wel een keer gaat gebeuren. En dat het dan deze week is. Want ja, hè, top 100. Dan heb je goede rewards. Ik heb Arnijn gepakt. Kom op. So, sorry, sowieso niet. Dus, ik ben tevreden. Ik, ik klaag niet. 30 om 0. Een lekker weekend. Ongeslagen. Ik hoop dat je hebt genoten van deze video, van deze wedstrijden. Want er zaten spannende wedstrijden tussen. Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd te livestreamen waar ik kon. En ik hoop dat jullie er, bij de, nou ja, dat jullie er gewoon de volgende keer weer bij zijn om mij te supporten. Iedereen die erbij was, sowieso love. Tof dat jullie er waren. En tot slot wil ik jullie vragen of jullie behoefte hebben aan een Custom Tactics video. Als jullie willen dat ik dat ga uploaden, laat het dan eventjes weten in de comments. En laat even een duimpje achter als je dit een toffe video vindt. Vergeet niet te abonneren, Zet die meldingen aan en je kunt mij tot slot volgen op Instagram. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en hoop jullie graag te zien bij een volgende video en of livestream. Zoals altijd zeg ik to relaxed, rustig aan, ciao ciao.